Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 12 mei. Opnieuw is het regionaal zomers geworden vandaag. In de brede opklaringen is de temperatuur op veel plaatsen weer opgelopen tot boven de 25 graden. Weer is het beeld zoals dat was rond een uur of drie vanmiddag. We zien dan in het oosten van het land temperaturen boven de 25 graden, maar ook langs de kust werd het hier en daar 25 graden. Er zijn dus brede opklaringen en dat blijft ook zo. Er zijn ook wel wat stapelwolletjes. En heel misschien dat in het uiterste Zuidoosten er nog een enkel buitje tot ontwikkeling gaat komen, dan is er wel kans ook op onweer. Maar de kans is niet al te groot verder. Vanavond en vannacht zijn er dan verder ook brede opklaringen. En morgen dan wordt het opnieuw een zonnige dag. Maar er gaat wel wat veranderen, want de wind gaat draaien. Die is vandaag uit het noordoosten overwegend matig. Morgen gaat die geleidelijk aan waaien uit noordelijke richting en dan wordt er toch wat koudere lucht aangevoerd en dat gaan we ook merken in de maximumtemperatuur. Die komt morgen iets minder hoog uit, hoewel het in het oosten nog steeds wel 24 graden kan worden. Nou, vanavond ziet het er prima uit. Er zijn brede opklaringen. Hier en daar nog een klein stapelwolkje. Dat gaat allemaal verdwijnen. De temperatuur blijft lang boven de 20 graden. En vannacht en daalt het kwik uiteindelijk naar een graad of 11 tot 13. Ook dan zijn er brede opklaringen en wat wolkenvelden. Met name in de hogere luchtlagen. De wind die waait uit het noordoosten is matig tot vrij krachtig. En gaat dan morgen overdag geleidelijk aan wat verder draaien. En dan wordt hij noordelijk. Matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6. Verder zijn er flinke perioden met zon en wat kleine stapelwolkjes. Heel misschien dat er in Limburg nog een buitenontwikkeling gaat komen. De maximumtemperatuur komt uit zo tussen de 20 en de 22 graden. Met uitzondering van het noorden, het Waddengebied en de kop van Noord-Holland, daar waarschijnlijk wat lagere temperaturen. Door die noordenwind wordt het daar zo'n 16 tot 18 graden. Ja, en dan de dagen erna, die noordenwind, dat wordt een noordwestenwind en die blijft matig tot krachtig. En met die noordwestenwind wordt steeds koudere lucht aangevoerd en dat merken we in het weekeinde. maximumtemperaturen komen uit zo rond de 13 graden. Op tweede Pinksterdag maandag kan het misschien al 14 of 15 graden weer gaan worden. En wat het weerbeeld betreft, er vallen een paar buien, maar tussen de buien door is er ook ruimte voor de zon. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.